Heb je zeep nodig om echt proper te zijn of is je was met water voldoende? Sommige mensen die zweren zeep af omdat ze denken dat dat de natuurlijke balans van hun huid helemaal in de war brengt. Maar is dat echt zo? Wij vroegen het aan specialist dermatocosmetologie Vera Rogiers van de VUB. Kan je echt proper zijn zonder zeep? Je kan wel degelijk proper zijn alleen met water, hè, wanneer dat er eigenlijk geen vuil aanwezig is. Maar gewoonlijk als we spreken over vuil zijn en wassen, dan gaat het toch wel over mensen die bepaalde beroepen hebben, zodanig dat ze moeten hun handen goed wassen of hun gezicht of de rest van hun lichaam. Maar je mag ook niet vergeten dat dus de huid vet produceert, sebum of talg, hoe dat je het ook wil noemen. En dat kan je niet zomaar met water verwijderen. Dus stoffen die op de huid aanwezig zijn, die wateroplosbaar zijn, neem nu een beetje een modder, dat kan je dus wegwassen met water. Maar als je het dus wil echt proper hebben en dus bijvoorbeeld zweet moet weggenomen worden, de zweetgeur moet weggenomen worden, make-up op het gezicht moet weggenomen worden, dus allerlei vetoplosbare stoffen, die ga je niet met water wegkrijgen. Dus dan gaan we spreken over wassen met water en eventueel met zeep. Dus, een beetje modder of appelsap, dat zal je er met gewoon water wel afkrijgen. Het is pas vanaf dat je frietjes hebt gegeten en je handen worden daar vettig van, of je hebt een fietsketting erop moeten leggen, ja, dan gaat water alleen niet meer voldoende zijn. Want water mengt niet met vet. Dus als je dan je handen wast met water, dan gaat dat water gewoon over dat vet heen glijden en op je handen laten. Daarom heb je zeep nodig. Want die zeepmoleculen die gaan ervoor zorgen dat water en vet wel mengt. Zeep is eigenlijk een heel eenvoudige molecule, maar samengesteld uit twee delen. Ik heb hier dus iets zoals dat je het leert in de scholen. Als je scheikunde krijgt, dan zie je dus hier dat je dus een koolstofketen hebt en hier zit een andere groep op. En dit gedeelte is een vette keten en is dus vetoplosbaar. Dit gedeelte is dan wateroplosbaar en vandaar dat je dus kunt een vet deeltje wegwassen. Hoe gaat dat nu gebeuren? Wel, dit is natuurlijk veel te groot. Hè? Je moet dat dus zien, zoveel kleiner. Wanneer dat je een zeepoplossing hebt, dan heb je dus water met daarin dus moleculetjes klein die er allemaal zo uitzien. Dus die hebben een staartje dat dus vetminnend is en een kopje dat dus waterminnend is. Dus wanneer een vuildeeltje in contact komt met een zeepoplossing, hè, dan gaan al die zeepmoleculetjes gaan allemaal met dus een vet staartje in het vuil zitten. En al die waterminnende kopjes die gaan dus rondom het vuildeeltje zitten. Als je dan dus met water wegspoelt, dan heb je een meer vet dan normaal gezien met water niet kan weggenomen worden. Maar je hebt dus eigenlijk een deeltje rondom met waterkopjes. En met dus dan water bij te doen, kan je dat mooi wegwassen. Dus dit is eigenlijk het principe niet alleen van zeep, maar van alle reinigende producten gaan op deze manier werken. Je hebt misschien wel al eens gezien dat er op al die flessen douchegel en badschuim dat daar nooit het woord zeep op staat. Dat is ook omdat dat technisch gezien helemaal geen zeep is. Een zeep is een beschermde naam. Dus mag alleen maar dit soort product, dat dus een zout van een vetzuur is, mag een zeep genoemd worden. Er staat hier een douchegel en zo verder. Dit zijn dus dan wat we noemen syndets. Dat is de afkorting van synthetisch detergent. En de echte zeepen is dan hier wat iedereen al kent. Het Sundyte blokje van vroeger, maar dat nog altijd heel goed op de markt ligt. En dan hebben we ook reinigingsmiddelen voor vloeren en zo meer om dan te poetsen. En dan hebben we dus ook, dat zijn de echte zeepen. Deze mag je zeep noemen, die andere zijn syndets. Oké, dus zeep is een wettelijk beschermde term en gaat altijd over een zout van een vetzuur. De shampoos en de douchegels die wij in de winkel kopen, die hebben dus eigenlijk niet veel met zeep te maken. Maar waarom wassen we ons dan niet meer met die goede oude zeep? Wat is daar mis mee? Zeep is vrij agressief. Vandaar dat we ook zeggen, niet gebruiken voor de gezichtshuid. En waarom is dat? Wel, omdat de pH van zeep, die is dus 10. En dan moeten we toch eventjes uitleggen, wat is de pH? De pH-schaal gaat eigenlijk van 1 tot 14. 7 is het midden, noemen we neutrale pH. Alles wat beneden die 7 is, is zuur. Alles wat daarboven is, is alkalisch. Nu, onze huid heeft een pH van, laten we zeggen, 5 à 6. Dus die zit dus in het zure gedeelte. En dit is heel belangrijk om dat dus de goede balans van uw huid te houden.
Dat natriumhydroxide is sterk alkalisch. Dat heeft een pH van 10. Dat maakt dus dat uw huid gaat dus zijn zuurtegraad verliezen en gaat dus van een pH 5 à 6 naar een pH van 10. Nu, is dit een probleem? Niet echt, wanneer dat je een vette huid hebt, omdat die heel snel gaat dus die pH gaan herstellen. Wanneer dat je een droge huid hebt, dan kan dat tot 4 uur duren, vooraleer dat dus je eigen beschermlaagje op de huid gevormd is, tot wanneer dat dus de pH terug ook hersteld is, tot dus een 5 à 6. Onze huid is dus lichtzuur en dat is belangrijk, want er zijn heel wat slechte bacteriën die daar niet van houden. Maar niet alle bacteriën zijn slecht voor ons. Op onze huid is niet alleen een vetlaagje aanwezig, we hebben dus ook onze eigen bacteriën, wat we noemen onze saprofieten. Iedereen heeft zijn eigen flora. Maar als je dus gaat wassen met zeep en je gaat dat dus grondig doen, dan ga je die flora ook wegnemen. Nu, wanneer dat dus die flora weggenomen wordt, is er plaats op je huid. Dat wil dus zeggen, kom je in een omgeving waar er dus ziektekiemen aanwezig zijn, dan kunnen ze zich die vestigen op de huid. En wanneer dat we spreken over, je hebt dus een pH van 5 à 6, dat is dus goed voor onze eigen saprofieten. Dat zijn dus niet pathogene, niet ziekteverwekkende kiemen. En daar kunnen synthetische detergenten ons bij helpen. Synthetisch detergent, of Syndet in het kort, is een verzamelnaam voor allemaal verschillende soorten moleculen met een reinigende werking. En zo zijn er sommige Syndets ontworpen, speciaal ontworpen, om extra zacht te zijn voor onze huid. Ze worden ook wel zeep zonder zeep genoemd. Want ze hebben dezelfde functie als zeep, namelijk om ons lichaam proper te maken. Maar ze hebben een helemaal andere chemische samenstelling, waardoor ze veel minder agressief zijn. Dat wil dus zeggen dat men daar dus een molecuul gebruikt die anders is dan deze. Waarvan vooral die kop hier totaal gaat anders zijn. En waarbij dat we dus vooral de pH niet gaan wijzigen, niet zoveel vet gaan wegnemen, minder schuim gaan hebben, maar milder gaan zijn voor de huid. Het is niet zo dat elk synthetisch detergent mild is. Er wordt heel veel gesproken over natriumlaurylsulfaat. Dat is dan een syndet die dus zeer agressief is. Dus alles bestaat daarin, maar zeep zonder zeep wijst op dus het zachte karakter en gaat men ook bijvoorbeeld aanraden voor baby's, voor kinderen, voor dus een meer kwetsbare huid. En hoe zit dat nu met shampoo? Want ik heb echt het gevoel dat hoe vaker ik dat was, hoe vettiger dat wordt. Wel, dat is dus door het alle dagen te wassen. Normaal gezien gaat dus die, zoals we zeiden, die vetklieren, dus die sebumklieren, die gaan een zekere hoeveelheid vet produceren om je haren te beschermen. Als je nu alle dagen dat vet wegneemt, ja, dan gaat dat alle dagen terug hersteld worden. Ga je nu agressief dat vet wegnemen, zodanig dat zelfs die sebumklieren geïrriteerd worden, dan gaan die meer vet produceren. Als je eigenlijk je haren alle dagen wast, maar dat dus mild met een milde shampoo doet, dan gaan je haren niet vettiger worden, maar je moet wel alle dagen doen om je bescherming op je haren te hebben, wat dus een natuurlijke reactie is om je haren te beschermen. Maar wanneer je alleen maar water wilt gebruiken, dan is dus de kans voor proper te zijn zeer beperkt. Eigenlijk heb je een reinigend middel nodig en moet je dus afhankelijk van de situatie denken wat je gaat gebruiken voor je dagelijkse hygiëne. Want dat is dus wel belangrijk, dagelijkse hygiëne. Alright, ik blijf gewoon mijn douchegel en mijn shampoo voortgebruiken, wat goed. Dikke merci Vera voor de heldere uitleg. En heb jij iets bijgeleerd van deze video, dan mag je die zeker liken, doorsturen naar al je vrienden en vergeet je zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan nog een allerlaatste boodschap voor zij die zich aangesproken voelen. Heb jij soms last van een okselgeurtje? Dan kan deze video jou misschien wel helpen. Bye bye!